Jordi trouwens, maar die gaan we de tweede ronde mee. Vandaar dat we geen hele langzame ronde doen, maar Geert Guggelaar die doet het nu. Zeker alle vriendendagen al die er geweest zijn. En ook onze vriend van de Circuits of the Past, van harte welkom. We kwamen onszelf weer tegen vorig jaar op de social media. En dat allemaal terwijl u hier rijdt door de Pitstraat. U heeft de presentatie van Peter Oosterbaan gezien, een heel verschil met vroeger. Deze pitstraat die beschikt over 24 pits van ieder 6 bij 12 meter. Voorzien van natuurlijk alle energieaansluitingen, maar ook douche en toilet, alles is er. En alleen als je met de bus bent mag je hier door het rode stoplicht rijden. Dit is dus de oprit naar de baan. U weet dat is heel belangrijk, met name ook in de autosport. Want je mag niet over die linkse witte lijn gaan. Ook daar geldt een uitzondering voor de bus. Maar dan word je bestraft. Nou, dit is de Noordlus. Aan de linkerkant ziet u dus TT World. Er staat er niet zo heel erg veel, de tribunes wel. 10.000 zitplaatsen. Het TT Instituut staat in de TT Hall. Maar het hotel, het casino, de bioscoop, etc. dat moet er allemaal nog komen. Hier heb je ook een goed beeld over de grote uitloopstroken en de grindbakken. Kees de Domme die stelde eens voor om overal heggetjes te planten. Want zegt hij, als je daarin terechtkomt, dan heb je als rijder niet veel problemen, maar het remt de snelheid wel. Maar dat hebben we nooit geprobeerd. Deze Noordlus is dus door de komst van TT World sterk ingekort. Het eerste circuit dat was in 1925 ruim 28 kilometer. En we gaan hier door de Strubben. Hij heet nog wel net zo als de originele Strubben, maar helaas, hij is niet helemaal exact gekopieerd zoals ooit wel de bedoeling was. Peter die sprak ook nog even over de greppels langs de baan. Die had men nodig voor de afwatering, terwijl we nu de veenslang oprijden. Maar dat was ook, met name in de Strubbenbocht, ter beveiliging van de toeschouwers. Want ze zijn een motorrijder die weet waar hij mee bezig is, die weet ook dat het gevaarlijk is. De toeschouwers moeten heel goed beschermd zijn, vandaar ook die greppel dus. Nou, het tweede circuit, dat kwam hier al in de buurt, dat was in 1926. Men verhuisde naar het circuit dat niet alleen door Assen, maar ook door Hooghalen liep, 16,5 kilometer. En in 1955 werd in de gemeente Assen het nieuwe circuit, zoals het altijd nog heet, aangelegd met een lengte van 7,7 kilometer. We rijden nu via het stuk waar de hoogste snelheid bereikt wordt, dat is hier de Veenslang, af op de Ruskenhoek. We nemen de langzame versie. Als u naar rechts kijkt, ziet u de snelle versie. Die wordt alleen maar gebruikt bij TT en Superbikes. Dit is de oorspronkelijke en langzame versie en dit is een echte chicane. Rechtuit is er nu allemaal asfalt. Er was eerst ook een grindbak met een soort fietspaadje voor een rijder die zich vergiste en rechtdoor reed, zodat hij ongeveer op dit punt weer op de baan kon komen. En het leuke is van dit circuit dat het allemaal een voortborduren is op de doorgaande weg van Laaghalen naar Assen. Hier bent u weer op die weg. Aanvankelijk raakten de weggedeelten links en rechts elkaar, zoals in 1955 ook het ontwerp, om het allemaal maar zo goedkoop mogelijk te houden. En dit was dus een haakse rechtse bocht, die is nu natuurlijk veel vloeiender, de Stekkerwal. Als u rechtdoor kijkt, ziet u de oude TT-baan. Dit gedeelte ligt nog precies in de gemeente Assen. De burgemeester van Beilen die wilde in 1954-55 niet meewerken aan de reconstructie, want hij zei dat lukt je nooit tussen twee TT's door. En toen zei de gemeente Assen oké, dan doen wij het helemaal in Assen zelf. Tot groot verdriet later van met name de Hooghalense ondernemers en enthousiasten die met veel succes enkele weken geleden dus een soort reprise van de TT daar hebben georganiseerd. Nou, in 84 is er ook nogal het een en ander veranderd. Toen ging de Bedeldijk met een stroomdrift en de Vennen die ging eraf. Toen werd het circuit zo'n beetje 6 kilometer. We gaan hier door de Bult, daar zat vroeger verkanting in. En datzelfde geldt ook voor Mandeveen, waar we nu zijn, en Meeuwemeer, waar we daarna komen. En Zeter Gibernau en Valentino Rossi, die in de rijderscommissie zaten, die wilden dat we die verkanting eruit halen. En wie schetst nu mijn verbazing dat meneer Rossi later zei, wat jammer dat die verkanting eruit gehaald is. Ja, oordeel voor de pers is niet altijd het oordeel wat je hoort als je met het circuit bezig bent. Nou, in 1992 werd de baan dus gesloten voor het openbare verkeer. En u weet, vanaf 1998 zijn we steeds bezig geweest met upgradingen. In 2005 werd de baan dus ingekort van 6 naar 4,5 kilometer.
En met die snelle baan die dus gebruikt wordt in de TT-week en voor de superbike, kwamen we op een snelheid, een hoogste snelheid van 320 kilometer. Dat was Ian None en het baanrecord, u weet, dat moet in de wedstrijd gevestigd worden. Daar staat het naam van Marquez uit 2015, 1,33,6, een gemiddelde van bijna 175 kilometer. Nu gaan we via de hoge heide naar de Ramshoek. En u ziet wel, in de loop van de tijden is er van alles gedaan. Hier rechts een doorsteek, die nagenoeg nooit gebruikt wordt. Dat zijn dan altijd een beetje kunstgrepen van de circuitontwerpers. Die zeggen, dan kun je op die manier tegelijkertijd op twee korte circuitjes rijden. Maar in de praktijk gebeurt dat nooit. Hier de Ramshoek, en ik zei al, dit deel van het circuit raakte dus vroeger aan dat gedeelte bij de Ruskenhoek waar we net waren. Maar uit veiligheidsoverwegingen, ziet u, is daartussen een hele brede zone gecreëerd. Rechts vooruit de Geert Timmer tribune, dat is een uitvinding van ons bestuurslid van destijds, Willem Bielderman. Toen de motorfietsen naar 1000cc gingen, toen zeiden de rijders, wij moeten daar meer uitwijkruimte hebben. En Willem Bielderman, architect van beroep, die zei, we bouwen het net als een brug. Vandaar dat u daar onder de tribune nu de uitwijkruimte ziet. En via de automobielmensen die riepen meteen, ja, maar als daar een auto onder terecht komt en die vliegt in de brand, dan hebben we een probleem. Dus bij autoraces moet je daar een muur voor zetten, zodat de rijders daar niet kunnen terechtkomen. Het circuit telt 6 linkerbochten en 12 rechterbochten. En het langste rechterstuk, dat heeft u gezien, dat meet 480 meter ongeveer. We zijn alweer aan het eind. Ik had u nog wel een uur allerlei dingen willen vertellen, maar dat doen we bij een volgende gelegenheid. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid. En als u plaats wilt maken en de bus wilt verlaten, dan...